zijn blaadjes van de bomen in het bos. Er vallen 100.000 blaadjes van de bomen in het bos. 100.000, laten we zien dat het eigenlijk best veel blaadjes zijn. Er vallen 100.000 blaadjes aan van de bomen. Teken je met 2-1 handen. Van de bomen in het bos. Deze twee heb je nodig. Je maakt eigenlijk die boomstammen. Dus tegen elkaar in, hè? In het bos. Er vallen 100.000 blaadjes van de bomen in het bos. En dan laat je ze helemaal dwarrelen. Je hoort het aan de muziek. Ze zaten stevig aan een steeltje, maar de herfst maakt ze los. Ze zaten stevig aan een steeltje, maar de herfst maakt ze los. Het is beeldspraak. Dus we gaan het ook eigenlijk visueel maken. Ze zaten stevig, mimiek, hè? Stevig. Je maakt je klein. Ze zaten stevig. Ze zaten stevig aan hun steeltje. Maar de herfst maakt ze los. Maak je met de ene hand, ga je de herfst doen. Maar de herfst maakt ze los. Maakt ze los. Ze zaten stevig aan hun steeltje. Maar de herfst maakt ze los. En al die 100.000 blaadjes zijn de bomen nu dus kwijt. En al die 100.000 blaadjes zijn de bomen nu dus kwijt. En dan ga je ze, laat je ze weer dwarrelen. Want al die dwarrelende blaadjes zijn een dwarrelende blaadjes zijn een kleuren tapijt. Want al die dwarrelende blaadjes zijn een kleuren, twee veehanden. Je niet gebarende hand zet je zo neer, de andere plat erop en die wrijf je op heen en weer. Zijn een kleuren tapijt. Nou is dit eigenlijk een tapijt, maar natuurlijk nooit in het bos, want overal liggen blaadjes. En je hoort het ook aan de muziek. Ze kleuren tapijt, kun je heel mooi meedoen. Kleuren tapijt. Maar al die 100.000 blaadjes aan de bomen waren groen. Maar al die 100.000 blaadjes van de bomen waren, verleden tijd, waren groen. Dus deze twee plat op elkaar en heen en weer wrijven. Die waren groen. En ik heb eindelijk begrepen hoe de herfst dat kan doen. En ik heb eindelijk, dus met de hele hand over tegen jezelf aan, eindelijk begrepen hoe de ringvinger, hoe de herfst dat kan kunnen, dat kan doen. Want al die 100.000 blaadjes zijn nu rood en bruin en geel. Want al die 100.000 blaadjes aan de bomen zijn nu, deze nu één keer, zijn nu rood, raak je lippen aan, rood, bruin, twee vingers, bruin en geel, geel. Je hand doe je zo dat je een rondje hebt. Dat is eigenlijk het zonnetje. En die gaat voor je langs naar binnen en dan maakt hij de stralen.
geel. Omdat de hef ze heeft geschilderd met zijn eigen penseel. Omdat, met de vuist, omdat, kleine beweging, omdat de herfst ze heeft geschilderd. Dit is schilderen, verven. En dan kun je gelijk even, omdat de herfst ze heeft geschilderd, en dan doe je het even overal, met zijn eigen, beetje een kommetje, met zijn eigen penseel, zijn kwastje. Succes!